Ja, dit is de... Yo. Studio. Zo. In het BNN-VARA-programma Filemon en de Complotten spreken Flavio Pasquino en Filemon Wesselink over een mogelijke toekomst, waarin de overheid voor een groot deel controle krijgt over ons leven door middel van een CO2-kredietsysteem. Wat je straks krijgt is extreme schaarste, omdat het kostbaar wordt, de energie. Mm-hmm. En dus komt er een CO2-pasje. Net zoals met de controlemechanismen in het coronapaspoort zal CO2-krediet invloed kunnen hebben op de vrijheid van mensen. Zo zullen bijvoorbeeld jongeren die op vakantie willen gaan en mensen die een reis willen maken, mee moeten gaan in het nieuwe CO2-kredietsysteem. Het gaat over controle. De carbon credits bepalen of jij op reis mag of niet, of dat je bijvoorbeeld wel of niet iets kan consumeren omdat het op is. Dan bepaalt de overheid in grote mate hoe jouw leven geleid wordt. Ja, als en dat allemaal zou gebeuren, zou dat heel vervelend zijn. Ja, maar die hele infrastructuur wordt nu gecreëerd waar jij bij staat. En jij vindt dat niet zorgelijk en ik wel. Ja. Flavio stelt dat de infrastructuur voor dit controlesysteem nu gecreëerd wordt. Maar is dit zo? Wij zochten het voor je uit. Tijdens de coronacrisis introduceerde de Europese Unie het Europees coronapaspoort genaamd de DCC, oftewel de Digital Corona Certificate, waardoor iedere reiziger binnen de EU een persoonlijk digitaal account kreeg met zijn eigen QR-code. En het Europees Parlement publiceerde deze maand dat ze akkoord gaan met een verlenging. De GGD voorziet een toenemende prikwens voor de zomer, nu het coronabewijs komend jaar blijft. In de EU was er immers een meerderheid voor een Digital Covid Certificate tot en met juni 2023. En daarmee zal het vrij verkeer van personen in Europa wederom onder druk komen te staan. De DCC bleek een opmaat te zijn naar een groter plan in de Europese Unie. Namelijk de Europese digitale identiteit, oftewel de Digital ID. Vervolgens dus ook je belastingzaken aan worden gekoppeld, de rest van je medische informatie, misschien wel je digital currency. De Digital ID geeft iedere burger binnen de EU een persoonlijk digitaal legitimatiebewijs. Een sichere Europese digitale identiteit voorschlagen. Waarin met blockchain zaken kunnen worden gekoppeld. Zoals dat nu gaat in Rome, dat is een proefproject, wordt betaald door de EU, hè, natuurlijk. En dat gaat over de Smart Citizen Wallet. The platform that rewards you. Rome moet een soort digitaliseringslaboratorium worden. Het gaat over het belonen van goed gedrag. Volledig in lijn met de supranationale ideeën van een digitale portemonnee in een digitale identiteit, heeft de Nederlandse Bank gepubliceerd dat er sinds juli 2021 samen met de Europese Centrale Bank gevorderd onderzoek gedaan wordt naar een digitale euro. Het staat gewoon op hun site, het is geen complot. Je ziet gewoon van digitale euro, wat, waarom en hoe. En tot slot CO2. Zo bleken de coronalockdowns ervoor te zorgen dat burgers minder CO2 uitstoten door een sterke daling van verplaatsing van personen. Ook grote bedrijven hebben in de afgelopen jaren software ontwikkeld om CO2-uitstoot te kunnen meten. Zo deed in 2021 TNO onderzoek naar draagvlak voor een persoonlijk emissiehandelssysteem. Eenzelfde soort systeem als een persoonlijk Europees digitaal ID, waarbij met blockchain bijgehouden kan worden hoeveel je reist en betaalt voor CO2-uitstotende producten en diensten. Dat er een infrastructuur gecreëerd wordt dat een CO2-kredietsysteem mogelijk maakt, beoordeelt Blackbox dan ook als waar.